Je kunt natuurlijk ook op YouTube kijken wat dat deze mensen nou ook doen. Hoi YouTube! Hey! Daar zijn we weer! Ja, echt wel. Zeker. Terug met de livestream van 25 juni 2016. En heb ik nou iemand met Rock Smash? Nee, ik heb geen iemand met Rock Smash bij me. Tuurlijk niet. Ik heb Objection niet bij me. Ik heb Objection niet bij me. Ik kan niet wachten tot je Ulbrion tegenkomt. Ja, dat wil ik. Oh, je hebt een awesome nickname voor Ulbrion. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat is lang geleden. Wat? Wow, YouTube, dat is lang geleden. Ja. Nou, dan doe ik even een beetje rustig, gekkie. Juni, daar zit de opening niet. Die zit aan de andere kant. Ah. Heb je gehoord van de nieuwste Zelda-player game? Wat? Ik heb gehoord van de nieuwe game. De nieuwste Zelda. Ja. Dan wel. Even wachten jongens. Melon, die zit volgens mij een beetje vast. Oh. Goed. Laten we eens even kijken. Mumee, wat heb jij voor Pokémon? Oh, mijn journey ends here. Omdat Mumee eventjes denkt dat hij mij hier eventjes neer kan halen. Magical. Oké, dus we moeten in een nieuwe battle tegen onze rivaal. Mumee begint met Banette, level 36 met aanvallen. I don't care, I don't care, I don't care and I don't care. Inderdaad. Met special ability, I don't care. Aha, flinched, bite. Oh, oké, het kent Sucker Punch. Ja, sorry, ik kon niks beters vangen voor die Pokéball slot. Dus ja, daarom offer ik hem op. Als eerste. Oké, nou, Firepower is naar level 40. Aquarion die krijgt ook weer wat extra experience. Leftovers die herstelt een beetje van onze HP. Dit gaat lekker, jongens! En dan krijgen we Shellos. Wat is Shellos voor een Pokémon? Gras type, geloof ik. Geen idee eigenlijk. Volgens mij is dat een watertype. Klinkt als water, ja. Oh, Shell. Ja, dat zei ik. Oh ja, dus dat is een watertype. Ik haat jou, Robin. Firepower overleeft dit goed zo. Oh, dat beest. Wat een ground type. Oh. Ja, daar wou ik dus Leafeon voor inzetten. Robin. Ja, jouw schuld! Mass Blood! Blij me, Robin! Als hij een Vibes heeft, ga ik zo hard lachen. Dan, ja, hoe leg je het uit? Ik denk dat ik vertrek. Hoe leg je het uit? Nee, Erik, niet vertrekken. Staravia? Maar nog steeds geen Magikarp. Hij heeft hierna nog twee Pokémon die een Magikarp kunnen zijn, dus En zo'n Whiscash. Ja, maar die heeft hij nog. Ja, dat weet ik. Oeh, takedown. Oei. Daar komt de Blizzard. Tot nu toe gaat het gevecht best wel lekker. Ja, ik heb geen Magikarp. Totodile. Dat is een water Pokémon. Hoezo heb jij weer een extra starter Pokémon erbij? Ja, ik moest toch wat? Die heeft hij ook gestolen zeker? Nee hoor. En nog niet eens geëvalueerd tot een Feraligatr op dit punt. Shame on you. Nou nee, ik heb hem heel recent gevangen. Ah, ik dacht dat jij juist absoluut niks had met evoluties. Nou, ik ben inderdaad ook niet zo heel erg van de evoluties. Oh, maar daar komt je Whiscash aan hoor. Ik weet niet, die vis die blijft gewoon leuk. Het is een hele blije vis.
Met een snor. Ja, hij heeft een gouden snor inderdaad, net als een Magikarp. En kan niet gevangen worden met een Master Ball. Inderdaad. Moustache. Die eet er gewoon en de laatste op. Is... Ah, het is Garchomp. Helaas. Oké, dan wordt de hype, nou wordt het dat Lance een Magikarp heeft. Of Red. Red. Of Red. Maar daar zijn we nog lang nu. Dat is het wachten waard als Red Magikarp heeft. Dan wel. Maar ja, eerst zien dan geloven. Ik denk dat ik beter eigenlijk Glaceon voor eigenlijk in kan zetten. Even kijken, wat zat er in de chat? Pokémon League met een Wurmple. Tenminste heeft hij 2 water-Pokémon, maakt er maar 3 water-Pokémon van. Ze heeft een water-Pokémon gezonden. Dat is echt zielig, je bent een blij vis op het drogen. Oh, ga voor Froswater. Dat heb ik zojuist gedaan, alleen ik weet niet of ik nou sneller ben. En ik denk het niet. Ai. Nou ja, we hebben nog altijd Aquarion die Aurora Beam kan. Lucky you. Ja, dat weten we, Fairy Tail. Het woord. En we hebben gewonnen. I couldn't win. I gave everything I had. With your persistent night lang, I begin to understand that Dragon Tamer said to me, I need a Magikarp! I haven't given up on becoming the greatest trainer. I'm going to find that Magikarp and I'm going to be the strongest one ever! Vergeet niet, hè, we hebben nog absoluut geen Magikarp gevonden in het hele spel. Ja, ze zijn veel te zeldzaam. Volgens mij spelen we jouw Pokémon-versie. Dit is gewoon jouw Pokémon-versie. Inderdaad, waar Magikarp daadwerkelijk legendary is. Oké, nou we gaan maar Pokémon healen. We hebben maar 4 Pokémon dus die we kunnen gebruiken in de hele Pokémon League. Nou denk je bij je eigen van, ach daar kun je wel aan, want voor Dragonite's, voor Lance's team, daar heb jij al je Glaceon voor die je eventueel zou kunnen gebruiken. Maar vergeet niet, het is random. We weten niet welke Pokémon de Elite Four zou hebben. Nee. Want de eerste is een Dark of een Psychic type, maar is het ook werkelijk een Psychic Pokémon? Oh ja, ik was even... Oh nee, je kunt hier Hyper Potions kopen. Hoor het zo? Doe maar 20. Zat. En Revives moet ik hier even een paar kopen. Oeh, dat lijkt me erg als Magikarp uitgestorven is. Het zal nooit gebeuren. Nee, inderdaad, want 1 Magikarp legt 1000 eitjes. En, En in het meest vervuilde water kunnen ze overleven. Oké, jongens, wat denken jullie wat het beste Pokémon is om die vooraan te zetten? Laat het eventjes weten in de reacties. Welke Pokémon zetten wij vooraan bij deze Elite Four? Ik zelf zou voor een Pokémon gaan, maar ik zeg niks. Ik heb geen zeggenschap. Want anders kan het namelijk jullie zeggenschap beïnvloeden. Wie zetten we vooraan? We gaan gewoon met Livion. We hebben 3 votes. Oké. Hey, misschien heeft de chat zoiets van, we moeten iets beters doen. Ik zal jullie trouwens wel mijn voorkeur zeggen, wat ik eigenlijk dacht. Ik wou voor Livion gaan, dat is de eerste evolutie die we tegenkwamen. Ja, oké. I am ready. Let's go for it. Oh boy. I'm ready, Freddy. Ik maak mij zorgen nu. Welcome to the Pokémon League. Allow me to introduce myself. I am Will. Hoi, Will. Will. Hey. I have trained all around the world, making my Psychic-type Pokémon powerful. Ik quote je op dat. And, at last, I've been accepted to the Elite Four. I can only keep getting better. Losing is not an option. Oh boy. Oké, Will met zijn psychische Pokémon begint met Buneary. Level 40. Met de aanvallen, who cares, serieus, het is een konijntje. Ah. Oh. Nou.
Oké, het kind Dizzy Punch. En het weet mijn eerste Razor Leaf al te ontwijken. Daar ben ik niet echt een grote fan van. En krijgt ook al gelijk weer een critical hit. Wij krijgen ook een critical hit. Benary is uitgeschakeld. Mooi. Yay. Dit is spannend, jongens. Echt, ik sta echt helemaal zo gehyped van. Ah, hype! En maak jullie geen zorgen. Aquarion die krijgt nog steeds experience share. Lapras! Willen we onze Pokémon veranderen? No! Oké, we zijn sneller. Maar kennen wij een one-hit KO? Ik denk het niet. Oh, en het zal waarschijnlijk... Ja, hij kent Ice Beam. Oh boy, nu hebben we een probleem. Nu hebben we een probleem. Wow. Leafeon is down. We hebben nog Frostwadder, Firepower en Aquarion. Niet handig. Oh boy. We kunnen bijten. Oh, het gebruikt Parachon. Wat leuk. Nou, vergeet niet. Het probleem is... Ja, Leafeon is inderdaad een defensive ball. Niet echt een special defensive ball. Ice Beam is super effectief. Plus een special aanval. Hoog level. Ik ben niet bang voor je Ice Beam. Ja. Yeah. Oké, nou moeten we dus gaan wisselen in verband met die Parish. En ik neem aan dat hij ook gaat wisselen. Dus ik swap naar Frostwater in verband met... Ja, ik weet niet wat de volgende... Een seal. Echt, dit is... Tot nu toe heeft niks anders als water Pokémon. Op Bunnery na dan. Erik! Oké, seal. Oh boy, het gaat dive gebruiken. Dive is een wateraanval, toch? Welke aanval? Dive. Ja. Een fysieke water. Dat is alleen maar goed, dan gebruiken we gewoon een Aquarion. En dan healen we ons Aquarion gelijk. Haha! Oh. Oké, we kunnen gaan flinchen. Parachon feint alle Pokémon die op de battlefield zijn na 3 beurten. Dus het beste is om dan gelijk inderdaad wel te swappen als er 3 beurten verstreken zijn. Oké, Seal gaat nou over naar takedown. Daar ben ik minder enthousiast over. Dat doet best wel veel schade. Ja, maar Yellow Yoshi. Dat is ook bijvoorbeeld dat je een flamethrower kan gebruiken voor onder water. Oh, hij gebruikt al een item, dan mag ik nou ook een item gebruiken. Ik gebruik een revive. En op wie zou ik die gaan gebruiken? Op Aquarion, want die leeft nog. Over Aquarion gesproken, ik hoop dat als ik nou... Wacht, ik ga eventjes iets proberen. Ik ga Frostwater inzetten. Hopen dat hij dadelijk weer een dive gaat proberen te doen. Want dan hield hij namelijk dadelijk... Dus dat ga ik proberen. Dat zou wel handig zijn. Zeker. Gaat heel. Ja, daarom. Dat is waar ik nou voor probeer te gaan. Ja, daar is de dive! Als een echte Pokémon trainer in anime. Je tegenstanders aanval tegen hun gebruiken. Um,
misschien dat het nog een keer kan zelfs. Ik klink gelijk weer zo agressief. Moet ik in mijn rol komen voor First Look? Welke rol? WC-rol. Bedankt. Oké, Will is dom. Will die snapt dus niet dat op het moment dat ik expres voor... Nou ja, maakt niet uit. Het is waarschijnlijk ook dan de enigste aanval die hij heeft dan ofzo. Zweep is een echte Eevee gym leader in de Pokémon anime. True dat. Wilmer, serieus, waarom heeft deze alleen maar water-Pokémon? Leafeon, je bent terug voor een reden. Al waren dat twee niet water, maar ijs-type Pokémon. En water. Seal is ook water. Dewgong is ijs. Ja, critical? Juist! Dag Wilmer! Oh, deze levels zijn gigantisch, jongens. Nou, Erik. En Lepros, die komt terug. Characters eigenlijk in fly leren. Sorry, wat zei je? Waarom kan Gyarados geen fly leren? Nou, Ja, hoe zit dat? Vertel. Laatste Pokémon is een Smeargle. Hoe moet ik dat uitleggen? Met woorden. Niet met daden? Nee, met woorden. Omdat Gyarados, die is eigenlijk gewoon te zwaar. Kijk, een Magikarp, die kan bijvoorbeeld een hele grote sprong maken en springt zo over een berg heen. Een Gyarados, die heeft de kracht daar niet meer voor, want hij is gewoon veel te zwaar. Mag ik al even een vraag stellen? Smurgle, kent hij alleen maar de Move Sketch? Volgens mij kent hij meerdere aanvallen, alleen zijn signature move is Sketch. Nou, hij gebruikt net Sketch en leerde daardoor Razorleaf, wat heel erg vervelend voor hem is, in verband met dat ik Leafeon gebruik. Maar voor de rest heeft hij geen andere aanval gebruikt en hij is neer. Ja, dat is zijn fout. Volgens mij moet hij meerdere aanvallen ook leren. Ik weet het niet, maar in ieder geval, we hebben dus de eerste Elite Four member hebben we verslagen. Ja, yay! Oké, is er een healing nodig? Eens even kijken. Aquarion en... Ja, ik ga het gewoon doen, just in case. Ik maak me echt zorgen, jongens. Ik weet niet, ik vind het toch wel eng. Al hebben we heel veel watertypes nou gehad bij de eerste. Vergeet niet, het is randomizer, dus we weten niet wat ons te wachten staat. En die levels die zijn behoorlijk hoog. En wij zitten op level 41, 37, 38 en 40. Dus onze levels zijn extreem laag. Ja. Oké. Battle nummer 2. Koga. I am Koga of the Elite Four. I live in shadows. A ninja. My intrigued style will confound and destroy you. Confusion, sleep, poison. Prepare to be the victim of my sinister techniques. Pokémon are not merely about brute force. You shall see soon enough. Oh, trouwens, ik moet nog wel eventjes terugkomen op die quote van Psychic Pokémon. We hebben geen één Psychic Pokémon gezien. Nope. En... Koga begint met een Ditto, level 40, met de aanvallen Transform.
Oké. Random. Oké, dus nou hebben we Leafeon met de aanvallen. Razor Leaf, Iron Tail, Scientesis en Return. En op een of andere rare manier is hij sneller als ons. Ik zou het niet meer weten. Oh ja, nou heeft hij ook zo'n onze defense. En daar komt al de eerste Vulgestor aan, hoor. Ik weet niet, zal Iron Tail meer doen? Nee, yo, Yoshi. Het is een gekloonde evolutie. Dus dan is het niet erg. Het is geen echte evolutie, het is een Ditto. Ja. Dus wow! En waarschijnlijk is hij heel erg, heeft hij een hele hoge happiness, want die return die deed best wel veel schade. Och, botervrij! Frostwalker is daar eigenlijk best wel een goed idee voor. Oké, Frostwadder. Gebruik Blizzard! En natuurlijk mis je. Ice Shard, die gaat eerst. Bugbus. Wat is daar? Oh boy, dat doet best wel veel. Oeh, Critical ook nog eens in een keer. Oei. Ik word zo moe van de critical aanvallen de hele tijd. Oh, weer Bugbus. Oké, okay, we moeten over Firepower moet het overnemen. Oh boy. Het allerergste zou ik vinden op het moment als er dadelijk in één keer een legendary Pokémon verschijnt. Ik denk dat het dan de Shaak zijn. Hey, het kan. Koffie. Nee, die ken je wel aan Firepower. Level 43. Ik hoop niet dat hij Self-Destruct kent. Nee, we zijn Muia tegengekomen. Ja. Kunnen we misschien Flinch hiermee? Wat is een Muia? Dan moet je eens die terugkijken. Strength is nog niet genoeg, dus misschien een flinch? Kom op, flinch, 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 flinch. Nee, helaas. Oh nee, geen poison. Hallo, Ika's. Hallo. Hallo, Ika's. Oh, ik ben echt net thuis. Oh boy, het is een livestream op het moment. Ik denk, zeg het even gelijk. Hallo iedereen. Random Jason appeared. Oh, blijf daar even 4 HP. Chingling. Oh, daar heb ik net 5 power voor nodig. Aquarion, je moet het overnemen. Neem een balletje over. En trouwens, Jason, even chapeau voor die shot van jou met die regenboog en de blackjack pet. Oh, dankjewel. We zijn met de Elite Four bezig en onze Pokémon zijn zwaar ondertraind. Maar met Eevees heb je geen goed getrainde Pokémon nodig, want Eevees zijn gewoon de beste. En ik laat het jullie hier zien. Naam met je kar. Jolteon. Maar kom op, Vaporeon. Red ons uit deze bizarre positie en help ons.
Kijk uit, misschien heeft hij een kettingzaag. Nee, Altaria, dat is geen enkel probleem, want we hebben namelijk Aurora Beam. Oh, jongens, wij gaan dit halen zo. Oh, een Dragon Dance. Oh, die heb ik bij Mumei gezien. Die zijn gevaarlijk. Yep. Zeker. Is dit genoeg? Tenminste, als hij op de juiste manier gebruikt wordt. Oh, ik hoef nog maar één keer aan te vallen. Ik hoef maar één keer aan te vallen. Kom op. Oeh, een takedown. Oké, okay, we leven nog. This is bad. Really bad. Oké, okay, tweede is neer. We hebben al twee van de Elite voor neer. That's nice. Nog twee te gaan. Bruno en Lance. En dat is ook cliffhanger zo van... Hey, willen jullie de volgende aflevering nog eventjes de champion zien? Kijk naar de volgende aflevering. Ja, maar volgende week is er geen livestream, dus er zouden er twee... Ik zie wat jij daar probeert te doen. Oké, nou de poison die is weg. Dat deed ik even expres zo. Die had nog maar 4 HP, dus ja, dan hoefde we maar 3 stapjes te maken en dan is het nog maar 1 HP. Hoppakee. Jongens! Dat is even wat rustiger. Hey, schippers. Jongen. Kut. Ik word gebeld. Ik ga helpen. Eruit. Is goed. Dus, Erik is even tijdelijk weg. Dan doe ik al eventjes froswater en even iedereen op vol HP gooien. En anders kunnen we altijd nog Pieter Post of Barrel Roll inzetten, level 15, level 16. Maar die zou ik eventueel als joker in kunnen zetten om namelijk even een Pokémon te kunnen healen. Want hun gebruiken ook volgens Stores. En ik heb dat deze ronde nog niet eens gedaan. Vond niet nodig. Oké, jongens. Voor aanvallen. We breken de traditie niet, Liefjong blijft op 1. Oh, nog 3 inclusief Lans. Maar je hebt dan Bruno en... Wie heb je dan nog meer? Nee. Die ijsmuts. Dit is Bruno. Of was dat dan die... Nee, dat was die Dark Trainer. Die Dark Trainer, die vrouw. Yep. Maar we gaan nu tegen Bruno en die is normaal gesproken bekend vanwege steen en grondtypes en sommige vechttypes. Maar nu een Houndoom. Zullen we daar Liefjong maar niet tegenaan gaan? Nee, Liefjong terug. Oké, okay, Firefang. Dat valt wel mee, maar ja, ik had eigenlijk... Oh nee, geen burn status! Kom op. Goed zo, surf. Oeh, bijna. En ik heb de quick attack heb ik hier weggehaald. Wat? Poliwrath? Uh-oh. Dat is niet erg. Liefjong. En het leukste is, Houndoom die is nou zo goed verzwakt. En dan ben ik weer. Welkom terug. En dan is hij weer. Kom op, Mesblad! Oeh, echt 1 HP heeft dat kring nog over. Oh, fijn, we zijn confused. Oh boy. En natuurlijk even full restore.
Oh boy, dit gaat niet zo lekker. Dat is niet zo lekker dat het niet zo lekker gaat. Waarom Aquarion en niet Aquarion? Omdat dit is de naam die gewoon is ingezonden, daarom. En weer die ene HP, hè. Wacht, dat ziet hij nou mee. Oh, dat is een critical. Oh, dat was geen critical. Kom op, raak jezelf niet, raak jezelf niet, raak jezelf. Lepti? Moet wel. Anders verliest hij. Oh, dit gaat ook al niet goed. Nee. 1 HP! Nee, het is confused! Please, raak hem. Please! Oh jongens, dit gaat zo niet goed. Oh, daar is Houndoom weer. Houndoom is sneller, dat weet ik zeker. Ik ga de Max Revive inzetten. Beat up! Waarom gebruikt hij beat up? Daarom niet. Ja. Oké, nou ik zet firepower in. Oké. Snelle aanval. Nidorina. Oké. Dat is een poison type. Ja, alleen dan moet ik wel mee uitkijken als ik dan een fysieke aanval doe in verband met de ability die dat kring heeft. Je hebt Ember met Flareon. Oh nee, Toxic Spikes, dammit. Oeh, dat kan gevaarlijk zijn. Zeker. Heel gevaarlijk. Nou, ik heb Nidorin al een burn status gegeven. En nou is het Badly Poisoned Spikes. Wow, nog gevaarlijker. Flatter. Oh ja, special attack omhoog en confusion. En Nidoran. Oké. Kom op, gewoon raken. Oh boy. Dat lukt wel. En natuurlijk krijgen we gelijk de poison status. Kom op, raak hem. Oké, we hebben een goede damage kunnen doen. Is Aquarion snel genoeg hiervoor? Misschien. Nou, we krijgen nog geen toxic spike aanval in verband met dat we al burned zijn. Maar, wacht eventjes, heb ik een full restore? Nee, ik heb geen full restore. Maar ik heb wel een hyper potion die ik mag gebruiken. We zijn nog niet uitgeschakeld, jongens. Nee. Hoeveel doet dat? Dat doet best wel flinke schade. Ik denk dat één surf wel genoeg zou zijn. Oh, we zijn sneller. Nice. Oké,
Oké, wat is die laatste Pokémon waar we tegenaan moeten boksen? Victreebel! Oh, frick. Oké. Okay. Aurora Beam. Ah, oh, nee, het gaat Mesblad doen. Nee, daar kan Aquarion niet tegenaan. We hebben Leafeon nog. Alleen die wordt nou badly poisoned. Return spammen. Let's hope. Mesblad, dat zal niet zoveel schade doen. 15 schade, oké. Okay. Daar komt poison, die wordt elke keer sterker. Oh, het heeft een citrus berry, hoor. Iron Tail. Misschien gaat zijn defense omlaag. Juist! Dit wordt nog spannend. Critical hit? Nee, dat kan ik nou niet hebben. Is dit genoeg? Yes! Op 16 HP na! Oh! Dit was way too close! Dit is heel close. Oh! Zeker! You lucky son of a poop! Lucky son of a fiets! Oh, chat, hoe gaat het met jullie nog? Ja, ze zijn druk eerste... Ah, gezellig. Wat is de favoriete serie in alles, lees ik in alles? Sorry jongens, dat was even een epic battle. Oké, we gaan even alles healen en dan gaan we naar de volgende. Oh, dit was kantje boord. Clarum. De Dark Type. Die waarschijnlijk geen Dark Type heeft. Victory Bell is ook een tank in defense. Ja, maar ik had alleen nog maar Leafeon over. En ja, dat is een physical attacker. Want onthoud de andere twee Pokémon, die zijn niet voor in gevecht te gebruiken. Sowieso, de levels zijn ook veel te laag ervoor. Maar dat is gewoon niet de bedoeling. Nou, misschien als joker. Zeg maar als de Eevees uitgeschakeld zijn om met een revive te gebruiken. Nee, als nog één Eevee over is, maar ik wil gewoon een andere Eevee in kunnen zetten die nog geheeld moet worden. Omdat hij een burn status heeft of iets. Oh. Oké, okay, Karen. Bring it on! Echo! Echo! Je kunt het zeggen. Oké, okay, 5 Pokémon. We beginnen met Manectric. Level 42 met aanvallen. Iets met elektriciteit, iets met bite en iets met grommen. Ik begin met Razelief. Hier zie je dan wel bite. Dan doe ik een Iron Tail, waarom niet? Gaat de defense omlaag? Nee, jammer. Return dan? Naar de postgame, ja, dat is bijna. Oh, tuurlijk! Zo ver weg. Maar dan, ga ik gelijk even healen. Gewoon mijn full heal. Dan ga jij nog een bite doen en dan ga ik mijn eigen healen met een legit move. En dan is het goed.
Het gebruikt al een status van vroeger store. Nou ja. Doe ik nog wel aan een keertje racer lief hoor. Oh, het gebruikt Roar. Oké, welke Pokémon komt er buiten? Flareon! Oké. Ja, ik zou voor Ember kunnen... Ja, doe maar. En dan nu een Strength. Ga je ook Lens bevechten in deze stream? Ligt eraan. Als we nu niet verliezen, wel. Oh boy, ride on. Oké, nou dan hebben we nog wel twee Pokémon die er sterk tegen zijn. Dus Aquarion, we gooien jou erin. Hammer Arm. Oh, die is sterk. Jouw snelheid gaat daar omlaag door. Oké, surf. Dag. Doei. Nou, daar overleeft hij niet. Quad weakness. Nah. Manectric. Ja, daar kan ik Leafeon weer even gebruiken. Dadelijk of ik bij Lens zijn Magikarp hype. Yo, Yoshi. Nee. Gewoon nee. Dat gezicht van Manectric, dat zegt eigenlijk al genoeg. Nee. Ja, je zag het zelf. Nee. Macargo. Ja, wij willen swappen naar Aquarion. Nou, dit is ook quad weakness. Dus dat is ook een no-go. Dat is mooi. De muziek is wel spannend, jongens. Zeker. Een Oddish! Oddish? Frostwater, je hebt nog geen actie gehad in deze battle. Karen die heeft een aparte Pokémon team verzameld. Oh, beterschap de bra fan. Oh, beterschap, ja, ik lees het. Dat is inderdaad niet fijn. Oh boy. Oké, we zijn eigenlijk al geconfused. Goed zo, raken die op. Dit moet genoeg zijn. Goed zo, Frostwater. Nummel. Nou, je hebt best wel veel vuurtypes eigenlijk. Oh boy. Oh ja, dat gaf mijn muis net ook aan. Oké, we hebben Karen verslagen zonder enig moeite eigenlijk. Normaal eigenlijk heel veel moeite, maar nu niet. Ik dacht dat ze nog een Pokémon over had, maar ja, ze had een swap gedaan, dus...
Nou, ik zou eigenlijk... Had ik het idee om een cliffhanger erin te gaan gooien. Maar ik denk dat ik dan heel veel mensen boos kan maken. Including mijn eigen moderators. Nee hoor, is eigenlijk best grappig. Hij zei het niet, ik. Dus dank jullie wel voor het kijken van dit. Nee, ik ga gewoon lent doen, jongens. Maak je geen zorgen. Oh, ik maak me zorgen. Lensie heeft Pokémon over level 50, dus ja. Yeah. Nee, dat doe je niet. Je ziet in de chat begin nu al. Doorgaan! Nu! Oké, okay, we gaan door. Hey Lans. Ja? Hey Lansboy, weet je nog dat ik die Pokémon voor jou heb gekillt? kunnen we daarover praten? Weet je wel? Oké, okay, here we go. Jij bent een drakenmeester. Lucht, ja. Oh, die muziek, deze is geweldig jongens. Deze muziek blijft geweldig. Oké, okay, hij begint met een Dugtrio, level 46 met aanvallen, Earthquake, Dig, Troep en weet ik voor welke andere aanval dat hij nog heeft. Earthpower. Dat is niet very effective, dus daar ben ik alleen maar blij mee en wij kunnen Messenblad gebruiken. En de Magikarp hype is real. Ja. Yeah. Magikarp. Nee hoor. Rio, okay. Ja, het ook heel erg veel van Seabass. Ik wist dat hij je volgende store zou gaan gebruiken. Dat doet het wel heel erg snel. Smik... niet vaak. Dank je. We wouden het allebei tegelijkertijd zeggen. Ja. Smikkeltje, foei, ik iemand! Ik waardeer de enthousiasme, maar alsjeblieft niet spammen. Oké, okay, critical hit, mooi. Dag Dugtrio! Goed, waar is de volgende? De volgende Pokémon van Lance? Drifloon! Dat is toch... Drifloon, dat is toch spookvlieg of zoiets? In ieder geval een spook ding. En hij staat bekend om kinderen mee te nemen door weg. Ja, we kennen de Pokédex entry. Dus... Ik denk wel dat spookvlieg is, inderdaad. Ja. Yeah. Nee, maar dan kunnen we het beste gaan bijten. Oh, Shadow Ball. Oh, dat valt nog mee. Ik dacht dat dat veel schade zou doen. Wauw, bite doet echt heel veel damage. Ja, Flying Ghost. Ja, zeker. Ghost. Maar volgens mij is dat niet echt een special attacker dan, want echt zo'n Shadow Ball doet niet veel. Nou ja, het is een ballon. Ik ga er niet vanuit dat een ballon ook dat een ballon een fysieke aanvaller is. Ik ga ook niet vanuit dat een ballon überhaupt kan aanvallen. Oké, okay, nou we hebben er twee al neer. Logica. De volgende is Rhyperior. En die kan gevaarlijk worden voor ons. Hoe komt het? NL Gaming Boy, die gast zei het zelf al, Anime Logic. Ja, maar dat vind ik te goedkoop. Yep. Door zijn zalpje. Oké, okay, Rhyperior, Surf, is het genoeg? Het is genoeg! 3 down, 3 more to go! Manetric, die hebben we al gehad! Lame! Boe! Ja, de Magikarp hype is nog steeds real hoor. Critical, nice. Volgens mij is hij sneller, dus moet ik nu wel even healen.
Kom op, dit overleef je. 52, 10. Ja, is oké. Okay. Doet... Oh, paralyze. Oh, dat is minder. Ja jongens, ben maar gerust. De hype is er nog. Kans is niet zo heel groot meer, maar alsnog. En misschien heeft Red hem. Dat kan ook. Ja, Razeliefde wordt nou zelfmoord omdat hij gaat, ja... Hij gaat nu weer discharge doen en discharge mist nooit. Waarom heb ik geen full restores? Nou ja, hij heeft er eentje al gebruikt, dus dan mag ik er ook nog één gebruiken. Oh. Wanneer ga je Spooky House of Jumpscares afmaken? In oktober. Tuurlijk, je vuile naper! Waarom moest hij me nou weer napen? Nou ja, hij denkt, jij doet cheap, dan doe ik ook nee, cheap. Nee, 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 hij begon met cheap. Zijn eerste Pokémon deed cheap. Dugtrio. Dus niet, nee, niet naar mij blamen. Oké. Oh boy. Oké, nou is Flareon neer. Frostwater zou op zich wel een goede, want ja, het is geen water, dus stroom resist die wel een beetje. Ja. Ik ga het gewoon doen. Oh, Erik, kun je een lokroep doen van Terraria? Kom, maar, kom maar, kom maar, kom maar. Kom op, dit kun jij overleven, oké. Okay. Oh, en hoezo ben je die Frozen Solid? Ice Shard, kom op. Ah, het is niet genoeg. Eén HP! Oef. Oh mijn god! Frostbat, het is de zoveelste kerel dat je ons redt. En het is niet de eerste keer dat in de Allied voor dat je op 1 HP blijft hangen. Chansey, ja, daar moeten wij Lyfeon voor gaan gebruiken. Nogal. Oké, die heeft een hele slechte aanval, dus heb ik even een gratis beurt om even die Paralyze weg te halen. Ik vind het zo jammer dat ik nog steeds geen Sword Dance ken, hè. Ja. Waarom pak ik mijn Pokeballs? Oh boy, double edge. Doet bijna niks, oké, daar ben ik blij om. Dan is een Iron Tail. Oh, die HP die gaat zo traag. Mes Blood! Wie kan er goed een kip naar doen? Lance. Zo te zien is er iemand die het bijgehouden heeft hoe vaak Frostvater je gered heeft. 2.919.239.912 keer al. En dit is al de derde volgestoor die Lance ondertussen gebruikt. En natuurlijk, Frostvater is awesome. Wauw, wie kan er goed een kip nadoen? Sam, waarom? Lightscreen, dat is toch voor special defense? Maar sowieso, kip, wat is dat? Ja, we zijn een Pokémon. Wat is een kip?
Oh, dit ziet eruit als een... Jeetje, waar gaat die bal langzaam? En een heerlijke critical hit. Ook Theo in jezelf, dan ga ik helemaal lachen. Dan ga ik plat. Ah, net niet, jammer. Oké, laatste Pokémon. Magikarp. Magikarp. Een Hippopotas. Een Hippopotas. Een Hippopotas. Hoe scheld je dat beest uit? Dat is nou jammer. Jongens, de Magikarp landtype is geen feit. Dus het is Red. Red heeft Magikarps. Ja. Of Eugene. Kom op, je defense zijn sterk. Oké, nee, dit, ik denk dat we dit wel kunnen halen. Jongens, dat wil dus zeggen dat wij randomizer Elite 4 hebben overleefd. Underleveled. Met alleen het gebruik van Eevees. Ik vind dit een enorme prestatie. Jongens, applausje. Nou, dat had het ook weer niet hoeven, maar... Oké, dankjewel. 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 Goed. Maar we hebben maar 4 Pokémon. We hebben 4 evoluties gevonden. In de main game. We hebben nog heel Kanto die we nog kunnen exploren. Hopelijk dat we daar nog een evolutie tegenkomen. Of een Eevee zelf. Maar ja. De main game hebben we nu gehaald. Ja. Dus gefeliciteerd. Zeker. We krijgen nou credits. Jensie doet me doordenken. Aan wat? Kapauw. Maar we moeten nog doorgaan voor alle evoluties en een Magikarp. Ja, we hebben Kanto hebben we nog. En ook al hebben we dat verslagen. We hebben ook nog Red. Ja. En Red, die is moeilijk. Die heeft Pokémon van level 80. Livion! Ook precies waar dat we ze gevonden hebben. Frostwatertje! Route 44. Firepower! Bij Team Rocket Headquarters, geweldig! Ja. En natuurlijk Aquarion op Route 48. En die andere twee, die boeien niet. Oh. Pieter Post heeft geen ene droge naam, maar staat op de Wall of Fame. Logica's, hoe niet stem? Ik vind er eigenlijk meer tot daar op Jaxel en Waterkip horen. Op maar Jaxel. Op Jaxel heeft inderdaad in ieder geval in het begin van het spel je heel erg op weg geholpen. Ik vind dat we nog een keertje de Pokémon League moeten doen op het moment dat we 6 evoluties of misschien andere evoluties erbij hebben. Dat moet ook nog gedaan worden in deze livestream. Zo'n fotootje met echt zoveel Eevees. Ja, als dat lukt, ja zeker. Nou, je kunt sowieso een tweede keer de Pokémon League doen. Dan zijn ze op level 60 of zo en dan zouden ze 4e generatie Pokémon erbij hebben. Maar dat is namelijk nou ook een ding, want op het moment dat je de Pokémon League hebt gehaald... komt de 4e generatie ook los die je dus zeg maar kan vinden bij Random Encounters. Dus op alle wegen kunnen we nou nog meer Pokémon vinden. Dus nog meer kans op een Eevee of een evolutie. Ja. Want vergeet niet, dat konden wij al. Wij konden al... konden het al, alleen de hoeveelheid encounters in hun route die zijn nu gewoon meer geworden. Oh, iedereen die zegt trouwens al op dat van de credits van... dat we nog een keer de Elite 4 moeten doen met een echt heel team evolutie. Ja, dat wordt verpleegd. Dat is nou al neergezet. Dus, ik ga heel eventjes rustig naar thuis. Red. Ja, wat?
Red is ook gewoon verplicht. Ja, Red, dat doen we ook sowieso. Maar ik ga nog gewoon heel eventjes rustig mijn mail even nou lezen, terwijl dat de credits lopen, dus. Dus jongens, hebben jullie nog vragen? Stel ze nu. Ik ben mail aan het lezen, serieus. Nee, deze heb ik niet voorbij zien komen via de follow alerts. Dieter Dotter. Oh jawel, die hebben we wel gezien. Sorry. Nevermind. Ik moet weer een reactie dadelijk even verwijderen op YouTube. Serieus jongens, ga geen privé-informatie op YouTube-video's neerzetten. Dat is dom. Oh, echt niet. Ja. Het is niet slim. Privé-informatie moet je privé in houden, inderdaad. Ook heel cringe. Waarom krijgt Vierbes geen liefde? Omdat het een Vierbes is. Oké, dan vragen we het zo. En ook Gaming Boy, bedankt voor het volgen. Je bent geweldig. Wat is volgens jullie de Pokémon je moet... Oh, ja, wat is... Jullie, volgens jullie, de Pokémon je moet kiezen niet meer dan één. Magikarp. Eevee. Typhlosion. Dan zou ik zeggen, in jouw geval Cyndaquil, want dan kun je hem nog trainen. Ja, oké. Follow hype! Maar goed, alvast voor YouTube en voor de livestream, want ik ga het nou allebei tegelijkertijd afsluiten, want het is bijna 10:30. Ja. Ik dank jullie voor het kijken. Dit is niet het einde van de livestream-serie. We gaan nog door met Kanto. We gaan nog door met de Eevee-run met de livestreams. Maar voor deze week zit het er helaas eventjes op in verband met Tomoplay. Dus ik dank jullie voor het kijken. Voor de YouTubers, heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. Als je daar tijd voor hebt, laat een like achter. Als je daar tijd voor hebt, wil je nou zelf ook aanwezig zijn bij een van die livestreams? Klik eventjes op de Twitter-link naar... die staat hier in de beschrijving. Dan ga je automatisch naar de... Niet Twitter, maar Twitch. Dank je. Dan ga je automatisch naar de Twitch-pagina waar de livestreams plaatsvinden. En dan kun je op follow drukken. En dan krijg je een melding wanneer dat we live gaan. Tenzij dat je de notificaties aan hebt staan. Met dat gezegd hebben, ik dank jullie voor het kijken. En ook voor Twitch, ik dank jullie voor het kijken. En ik hoop jullie allemaal weer te zien bij de volgende livestream. Of bij de volgende video op YouTube. Waar je dan ook toevallig op dat moment aanwezig bent. Dus tot de volgende keer. En Robin, Erik, fijn dat jullie erbij waren. Ja. Geen probleem. Doei! Doei! Doei!